Welkom dames en heren bij het grootste Haagse familie-event is het toch wel ook wel. Zeker als we naar achter kijken. Ik word helemaal gelukkig van al die kinderen die staan te trappelen van ongeduld. Kijk, ze staan in de mooie hardloopkleertjes, outfits. Maar de vraag is natuurlijk, Alia, heb jij wel een beetje getraind? Ja, ik heb wel getraind, ja. Wat heb je er allemaal voor gedaan? Nou, ik heb gewoon een paar rondjes gelopen en zo. Dus, ja. Met z'n allen, jongens naar de wolken. Heb je door, Bobby, dat het bijna is opgehouden met regenen? Het is bijna droog, Bert. We zijn gestart! Ja, doordat er zoveel mensen meedoen, is het vaak zo dat je niet zo goed kan doorlopen. Ik had zelf mee moeten doen. Ja. Als ik het kan, kan iedereen het, hè? Als ik het kan iedereen het, toch? Ging het goed ook met jou? Ja, zij ging me gewoon voorbij. Ze zegt, mama, je bent langzaam, ik ga even door. Ik zei, oké, wegwassen. Kijk er. Ging je sneller dan mama? Ja. Hoe kon dat dan dat jij sneller ging? Omdat mama aan het lopen was. Mama deed niet zo goed haar best. Lukt het? Hoe is het gegaan? Koud. Ja. Nee, ik niet. We zijn wel. Ze heeft het laatste stukje lekker op schouders gezeten. Heerlijk. Ja. Nou, mooi. Ga lekker warm worden. Dankjewel. Doei. Was het leuk? Enge microfoon is dit, zeg. Hey. Poeh, hoe heb je al een medaille? Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Mijn doel was om het gewoon te doen, zeg maar, de hele loop. En maakt niet uit hoe snel of hoe langzaam. Nou, het is gelukt. Dus. Ik zie jou hier voorbereiden op een manier, dat heb ik nog nooit iemand zien doen. Met een Donald Duck in je hand. Ja. Wat is dat voor een manier om je voor te bereiden om te gaan rennen zo meteen? Nou, ik vind het best wel saai om hier een half uur te staan wachten. Dus daarom pak ik gewoon een Donald Duckje. Hij droogt toch wel weer, ook al is het zo slecht weer. Hij droogt dus gewoon. Nou, een beetje regenachtig, maar hoe ging het? Oh, het ging fantastisch. Ja, het was enorm leuk. Hoe vond je het? Hoe vond je het? Goed. Heb je lekker kunnen lopen? Ja. En wat vond je dan het leukst? Weet ik niet meer. Vond je Ernst Bobby en de rest niet heel leuk? Ja. En een high five geven? Ja. Kwam jij misschien stiekem een beetje voor Ernst en Bobby alleen? Ja. Nou. Hebben jullie gezien dat iedereen gewoon is gekomen? Al die kinderen hebben de regen getrotseerd en ze waren er allemaal. Ja, stonden te wachten en het was net zo druk als anders. Het was net zo druk als anders. Dat was gaaf, toch? En het was wel gaaf. En je kon heel lekker lopen, want er zit veel zuurstof in de lucht. Het was alleen een beetje nat. Ja. Maar hebben jullie gewonnen, want jullie willen als eerste eindigen? Ja. Ja, we zijn eerst geëindigd, maar we zijn net te horen gekregen van de directeur van de loop dat we gedisqualificeerd zijn. Maar dat gaan we aanvechten. Ernst was één en ik was twee, want ik moest nog wat high fives geven. En ik heb een leuke demonstratie van nog wat. Zo nat was hij. Ja. Ja, applaus voor jezelf! Via de Koningskade maken we een kleine oversteek naar de Koninginnengracht. Sumatrastraat. Zijn we inmiddels op de helft als we op de Raamweg aankomen. Waarvanuit we via de Koningskade weer teruglopen naar het Malieveld. Let op, hè. We zijn er bijna. We staan hier bij de kruising van de Koningskade, waar de mensen oversteken naar de Koninginnengracht. Mevrouw, voor wie staat u hier?
Voor mijn vriend en de school waarmee hij rent. Want hij werkt bij een school? Hij werkt bij een school, hij is kinderfysiotherapeut. En hij werkt op een speciaal basisonderwijs. Zullen we trots zijn dan? Heel erg. Tweeënhalf kilometer zijn heel snel voorbij. Wij lopen op ons gemakje van de finish, of van de start naar de finish. Jij bent al binnen. Hoe ging het? Nou, het ging wel goed. Alleen ja, dit is wel het laatste jaar dat ik meedoe. Dus nou, tenminste voor deze afstand, want dan mag ik niet meer meedoen. Maar vorige keer ben ik ook eerste geworden. En nu wou ik mijn tijd echt verbeteren en dat is ook gelukt.